Jordy en ik zitten in de auto omdat we een duo-shoot voor Zalando gaan doen. Zie je al aan de oranje doos. Het is eigenlijk de eerste keer in hele lange tijd dat ik iets met Zalando samen doe. En we mogen een duurzame capsule collectie, dus een soort verzameling van duurzame merken of duurzame producten die op Zalando te vinden zijn, mogen we samen gaan shooten. En dat gaan we in de natuur doen. We gaan naar de Veluwe rijden. En Sabrina, onze vriendin, die gaat het fotograferen. En ondertussen is de Leuke Events aan het bouwen aan onze pop-up shop die morgen open gaat. En we zijn zo excited. Niet te doen. De Leuke Events is echt wel... Te leuk. Te leuk. Ze begonnen als vriendinnen die hele leuke bruiloften organiseerden. En toen zeiden steeds meer merken van, kun je dit ook niet voor ons doen? En ze kunnen echt alles van een idee bedenken tot het volledig uitvoeren en bouwen. En voor ons zijn ze ja, eigenlijk de hele praktische real-life uitvoering van al onze dromen. We hebben samen met Kim en Sandra, die het bureau Arts Design hebben, hebben we een concept bedacht voor een atelier takeaway die helemaal corona-proof is. En helemaal retro, fastfood vibes. Alles lila, blokjes en dat soort dingen. Dus het is een heel mooi samenspel tussen een design- en conceptpartij aan de ene kant bij ons en een uitvoerende partij aan de andere kant. Gewoon zulke goede mensen. We hebben echt mega geluk en het gaat er zo vet uitzien. Dat is gewoon niet normaal. Inmiddels zijn Jor en ik terug van het shooten. En hebben we alle Zalando spullen boven gelegd en alle pop-up spullen ingeladen. De auto zit helemaal tot bovenaan vol met producten en van alles. Denk ik. We gaan nu naar de winkel. Voor het eerst waar de hele dag gewerkt is om het op te bouwen. En ik knal echt uit elkaar van trots. Oh my god, ik kan niet wachten. Past us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too so what? Someone hit your block up, I tell you who's us. Het is het mooiste ooit. Ik weet gewoon niet wat het beste is in deze winkel. We hebben gewoon echt alles is snel. Kijk dit dan. Ik ga morgen even een goede tour doen, maar ik ben zo gelukkig. Het is gewoon een volwaardige winkel. Inmiddels zijn we thuis en hebben we Indonesisch gehaald. En wat dus heel leuk was, ik had gewoon 2 atelier pop-up momenten bij de Indo. Mijn favoriete Indo, Ibunda, waar we altijd op maandag of dinsdag naartoe gaan, want dan hebben ze super deeltjes. En voor mij stond een heel leuk meisje en toen draaide ze zich om en toen zei ze, hey, ik werk in de Negen straatjes en jullie atelier pop-up ziet er zo geweldig uit. Het is zo mooi, ik kom zeker langs. Dus toen was ik al helemaal trots. En toen was ik zelf aan het afrekenen en toen keek ik naar rechts. En toen stond er een meisje met het korte parelkoord. Dus toen had ik daar weer een heel leuk gesprek mee. En ook natuurlijk uitgenodigd. Dus dat was wel even, voelde wel echt als een soort sign. Want dat heb ik helemaal niet zo vaak of zo. Ik zie wel regelmatig iemand met een atelier item. Maar dit was wel even een heel leuk toeval. En een goed begin van deze bijzondere week, denk ik. We hebben lekker gegeten en wat dingen gekeken. Lubach onder andere. En nu gaat Jordy door de eerste Zalando-foto's heen en ga ik mijn styling voor de week even doen met allemaal lila outfits. Hey guys, goedemorgen. Ik ben even een lekker theetje aan het drinken en even rustig me mentaal aan het voorbereiden op deze week. Dit is de eerste dag van de pop-up shop en die gaan we dinsdag tot en met zondag doen. Met ons team. Super veel zin in. Het is echt voor het eerst dat we eigenlijk een hele week met z'n allen bij elkaar zijn non-stop. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik ben gewoon zo benieuwd naar de reacties van mensen. We hebben hier echt met hart en ziel aan gewerkt. En zoiets bijzonders proberen neer te zetten. En veel erin geïnvesteerd. En echt bloed, zweet en tranen erin gestopt. Dus ik hoop dat mensen dat zien en dat ze het mooi vinden. En dat ze langskomen. We hebben allerlei leuke influencers uitgenodigd die wij zelf inspirerend vinden en die ons product al dragen. We hebben vrienden uitgenodigd. Er komen denk ik allerlei leuke volgers langs. Dus ik ga me zo meteen even opmaken en mijn haar doen en in een van mijn vele lila outfits hijsen. En dan kan de madness beginnen. Ik heb er zoveel zin in. meisjes. We zijn helemaal kapot, maar ook helemaal blij. Overspannen momenteel. Ik denk het wel echt van. We zitten lekker een maaltijdje te eten wat Jordy voor ons heeft gekookt. Even brein op nul en al ons andere werk moeten we nu natuurlijk in de avonden doen. Dus ik ga zo nog proberen een edit te maken van een shoot voor Zalando die ik aan moet leveren. Dus echt heel mooi geworden, ik ben er heel trots op. En nog even een posttekst schrijven over de pop-up. En een styling selectie voor iets van morgen doorgeven met H&M. Ik hoop dat het me allemaal nog lukt. Kijk welke schat we hier hebben. Woehoe! Mommy to be! Hoi! Kom zo bij hoor. Te leuk, Liz. I love it! Me too. Hij loopt in Max. Of gewoon een team. De hele dag komen mensen met snacks bij ons aan. We hebben tosti's, we hebben koeken. Dit zijn hele lekkere stroopwafels. Net hebben we hele luxe koeken van Stapelen gekregen. Gisteren hadden we koeken van het koekenmannetje. Echt serieus, ik wist niet dat Amsterdam dit allemaal te bieden had, maar ik ga helemaal oud. Zo lekker en zo lief van iedereen. Ik wil gewoon hier in de buurt blijven wonen, zodat ik alle snacks krijg. Het is een nieuwe dag in de pop-up en we hebben net een hele lekkere lunch gekregen van Guillaume, die samen met Freek een aantal restaurants heeft, daaronder restaurant Breda. Die zijn nu natuurlijk dicht en in de crisistijd zijn ze even een nieuw zaakje begonnen. Alles rondom brood, wentelteefjes, tosti's en dat soort dingen. Jam! Iedereen aan het smullen. Hoe blij ben je? Ik ben dus in de pop-up van Yara, van Atelier. En het ziet er echt zo ontzettend leuk uit. Het is echt niet your regular pop-up. Nou, hoi schat. Vertel, hoe werkt dit? Ja, je hebt een hoesje, deze, dat is eigenlijk je basis. En dan kun je allemaal koordjes eraf en eraan klikken en zo mixen en matchen. Dus dat wat je leuk vindt van een hele simpele zwarte tot full-on curls. Leuk! Heel leuk! Thanks, honey. Ja. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend en ik ben al heel vroeg opgestaan. Ik werd eigenlijk wakker van alles wat in mijn hoofd zat. Toen de club nog iets met de 5 in had. En toen kon ik niet meer slapen. En ben ik maar gewoon gaan werken om een beetje de dag in te halen en voorsprong te hebben. Evie voelt zich niet zo lekker. Ik denk dat ze een beetje oververmoeid is van de afgelopen periode. Dus die was er gisteren niet en die is er vandaag waarschijnlijk ook niet. En Jordy moet last minute nog een project voor Zalando schieten. En onze andere stagiair Lisa is al naar haar ouders toe. Dus... het is wel even een beetje stressen eerlijk gezegd en ik sta natuurlijk al 8 uur per dag in de winkel omdat ik gewoon iedereen wil zien die misschien voor mij langskomt en gewoon ja, ook vanuit passie wil vertellen over het merk. En al ons andere werk gebeurt dan in de avonden en nu komt er wel even heel veel op me af qua ook social planning en contacten online onderhouden en DM's en al die dingen. Het lukt gewoon niet. Maar goed, we'll make it work. Ik ga zo meteen gewoon extra vroeg naar de winkel om nog foto's te maken voor stories. En mijn eigen Instagram content loopt ook een beetje achter. En nog een paar mensen te contacten en te bedanken voor dat ze langskwamen en al dat soort dingen. Ik heb een heel lekker gezichtsmasker opgedaan vanochtend. Mijn huid ziet er wel glowy uit. Maar van binnen voel ik me echt, ik ben echt helemaal kapot. We moeten nog 2 volle dagen, maar goed, we gaan ervoor. Volgens mij wordt het vandaag heel druk. Ik denk wel de drukste dag. Gelukkig komt de huisgenoot van een van onze stagiaires helpen. Super lief. En mijn vriendin Jess komt in de middag ook een paar uurtjes helpen. En Milan komt zondagochtend koffie zetten. Mijn broer. Super leuk. Iedereen wil ook zo'n roze overal aan. Echt loving it. Ik doe zo meteen een fantastische paarse Rotate jurk aan. En voor nu heb ik even deze top aan. Deze broek en een sweater die ik soms even uitdoe tijdens het opruimen. Ik sta nu dus in een volledig lege Amsterdam en het is wel zo mooi. Kerstlichtjes. Dat is dan wel weer Heel bijzonder even om de stad voor jezelf te hebben. Ik ook, oh mijn god. En hij zoomt heel erg in ook. Heb je dat zo? Ik krijg het niet uit. Maar het is wel echt een mooie lift. Hij is mooi. Je bent wel wat knap. 100%. We zitten even in camera overleg met deze meiden. Die jullie natuurlijk kennen. Zo leuk. Even een ateliertje opgehaald. Echt heel toevallig zijn hier. Ja, heel grappig. Toevallige ontmoeting op straat. Wij dat allemaal toevallig leiden. En het is dus super handig om je telefoon altijd bij je te hebben. Want uit je zak wordt die namelijk altijd opgestolen. Of hij valt eruit. Of hij valt in de wc, wat ik ook heel vaak heb gehad. Kijk hoe schattig het hier is. Alles is lila. Alles is lichtpaars. Het is echt zo schattig. En dit is mijn nieuwe iPhone case. Ik kan hem zelfs nog beplakken met leuke stickertjes. Ik ben echt in de schattige winkel gekomen. Het is een pop-up store. We kopen hier dus allemaal koordjes voor je telefoonhoesje. Kijk ook hoe leuk deze pop-up store is. Nu liggen ook weer best wel wat winkels, ook bij Anna Nina bijvoorbeeld. Oh, dat is wel cool. Ja. Oh, leuk. Superleuk. Urban Outfits gaat goedkoop ook. De ene laatste dag zit erop en we borrelen nog even na met Jess en Mark. Heel gezellig om de dag op zo'n chillen en positieve manier af te sluiten. Het was super hectisch, maar mega gezellig. We zijn thuis en we zijn zo gesloopt. Maar we hebben ook heel veel zin in morgen, een nieuwe dag. Eet je lekker frietjes. Om de dag af te sluiten. Het is nu ook al 20:30 of zo, dus ze wilde echt niet meer koken. Nee, schatje. Hoe voel jij je? Hoi, ik ben Denise, 34 jaar. Oh, en mijn moeder is ook. Cheers aan de succes! Ah, leuk. Oh, dit is wel leuk. Ik heb hem al, one taker. Ah. Het eventteam is nu aan het afbouwen. We hebben al onze spullen opgeruimd. En zijn nu alles bij kantoor aan het brengen. Dus we zijn er helemaal klaar mee. We moeten nog even alles opruimen en afronden. Een paar uur en dan kunnen we chillen. Dit allemaal ingepakt. Dus we nu weer gaan uitladen op kantoor. Een hele goede middag. Het is de dag na de pop-up en Jordy en ik hebben 's ochtends ons huis opgeruimd wat een bende was. En een paar mailtjes gedaan. En nu zijn we ingecheckt in Hotel Jakarta. De plek waar wij eigenlijk slapen als we even een staycation doen en onszelf in de watten willen leggen na een hele drukke periode. De loophole is ook dat je nu natuurlijk in hotels wel kan eten. Ofwel in je kamer of in beperkte capaciteit in het restaurant. Dus we gaan heel lekker uit eten vanavond. Alles natuurlijk helemaal corona guidelines in acht nemende. En we zijn net ingecheckt in een geweldige suite. Er zitten allemaal leuke verrassingen in en we hebben helemaal de VIP treatment gekregen. Dus dat is super, super, super leuk. En dit is ook het groenste hotel van Nederland. Dus daarom slapen we hier ook heel graag. Check het vooral ook even op de website als je dat leuk vindt om meer te weten over hoe die arrangementen zitten. Qua slapen en eten en dat soort dingen. Volgens mij gaan Jor en ik ook kijken of we morgen nog een massage kunnen boeken. We zijn echt helemaal kapot namelijk en we komen lekker even opladen. Dit is dus het allercoolste. Deze kamer loopt in een punt. We zitten in de punt van het gebouw. Dus hier is een badkamer. Met uitzicht over het water. En hier is ook aan deze hele kant water en ramen. En dan loop je zo. En dan is dit dus de punt. Nou, dit is toch zo cool. En het gave is ook, dit bed, daar kun je een rond gordijn omheen doen. En dan lig je dus in je, dit is het, lig je in je bed, is het helemaal donker. Maar dan doe je dat open en heb je alle daglicht om je heen. is echt amazing. Wat? Dit loopt gewoon in een puntje. We zitten helemaal boven in de punt van het gebouw. Hier zijn wat lekkere dingetjes neergezet voor ons. Te lief. Hé, hey, Jorski. Wat een feest. Dit is niet normaal, jongens. Oh my god. Zo'n mooie kamer is. Dit is echt. Die boot ook erin halen. Uitzichtje. Is toch te cool. Dan gaan we dus van dit goddelijke bed naar deze badkamer waar ik nu in bad ga, denk ik. Waarom ook niet? Helemaal marmer. OMG. Zo sick. Dan lig je dus gewoon lekker in bad terwijl je uitkijkt over het water. Niet normaal. We zijn lekker in bad geweest en nu gaan we eten in het restaurant. In, heet het ook Hotel Jakarta? Weet ik eigenlijk niet. Het heeft een malabo. In ieder geval een verrukkelijk restaurant waar Jordy en ik best wel vaak de rijsttafel eten. Café Jakarta. Café Jakarta. In deze tijd hebben we die ook een paar keer afgehaald met bijzondere momenten. Dus dat is wel echt een favorite van ons. Dus we gaan ons even, nou ja, klaarmaken eigenlijk niet. Lekker make-uploos. En dan gaan we ons even te buiten doen aan onze favoriete rijsttafel. Oh my god, deze rijsttafel is echt legendarisch, jongens. Goedemorgen! We hebben lekker ontbeten en het is nu tijd voor de spa. We hebben gisteren besloten dat we ook nog een massage voor onszelf gingen bijboeken. We hebben een Indian head massage en een hot stone. Na de heerlijke massage ben ik voor de derde keer in bad geweest. It was awesome. Ik kan niet wachten tot we in ons nieuwe huis zelf een bad hebben. Zo geweldig. We moeten echt als een gek gaan plannen. Want planningen maken en ons daaraan houden is zeker niet onze sterkste kant. Maar er komt wel echt veel op ons af. En ons huis ziet er al zo af uit de basis. Het wordt casco opgeleverd. Dat we ons bijna niet kunnen voorstellen dat het nog tot en met februari gaat duren. We denken dat het misschien zelfs wel iets eerder gaat zijn. Maar we zitten in een super breed opleverstuk. Waarbij ze zeggen of in januari of zeg maar tussen januari tot en met eind februari kan het opgeleverd worden. Super wazig. Maar we moeten wel echt aan de bak. Dus we gaan nu nog even iets eten beneden. En ondertussen de laptops openklappen en even een paar dingetjes terugvullen waar we vloeren en keukens en zo willen bestellen. Ik kreeg heel veel vragen over deze sneakers. Deze New Balance. Dit is de 530. En nu het nog kan, eten we nog even een laatste lunch hier. Een soto ayam en een nasi die allebei zo lekker zijn. Niet normaal. We maken nu een pitstop bij de Bijenkorf, waar ik mezelf op een early Christmas cadeau ga trakteren. Iets waar ik nu al maanden over na aan het denken ben, is eindelijk een keer investeren in een mooie koffer. En toen liep ik in, nou eigenlijk langer al, ik heb het al zo lang op het oog en ik heb altijd van die koffers die half uit elkaar vallen. En toen liep ik in de Bijenkorf en toen kwam ik een soort zacht roze, oud roze Rimowa set tegen. Dat is een nieuwe limited edition van ze. Ze brengen elk seizoen 2 kleuren uit en nu is het dus roze en donkergroen. Toen dacht ik, ja, dit is de kleur voor mij. Dit is echt mijn lievelingskleur, denk ik. Dus als die er nu is, ga ik nu toeslaan. En die ga ik nu nog 1 keer bekijken en denk ik dus ook kopen. Ik ben uiteindelijk voor de lichtroze gegaan en de klassieke zilveren Rimowa. En ik ben helemaal door het dolle. Super excited. Nu zijn we, is het 19:30 en zijn we terug op kantoor. Want we gaan bij het hele team van Gizou een atelierbestelling langs droppen. Alle meiden uit het team krijgen een atelier item en die gaan we persoonlijk bezorgen zometeen. tijdens hun shoot. Ze hebben een hele toffe campagneshoot en dan is het natuurlijk heel handig om je handen vrij te hebben. Dus zodoende. Helemaal gezellig. Allemaal take-up bags. Dit ook zo'n beetje stempels ook. En deze aan de achterkant. Check, check, check. En off we go. Ik heb me even een beetje toonbaar gemaakt voor de buitenwereld. En op naar de shootlocatie.